We zijn in Theater Kool, hier gewaard met René van Kooten. En hier voor de try-out van Onder de Hemel, een musical. Onder de Groene Hemel. Sorry. Nee, dat geeft niet. Ja, staat er ook, maar ik zei het niet goed. Onder de Groene Hemel, een musical geïnspireerd door de muziek van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Maar we interviewen jou vandaag over de rol die jij een tijdje geleden gespeeld hebt. Al een hele tijd geleden. Een hele tijd geleden, ja. Ja, wow. De rol van Gaston in Beauty and the Beast, die ik zelf ook mag gaan spelen 17 en 18 april. Wat leuk. Jij hebt hem in 2005 tot 2007 gespeeld. Ja, klopt. Ja, ik heb tot mijn drievoudige enkelbreuk onafgebroken gespeeld, ja. Aha. Als Gaston, dus kijk uit. Drievoudig. Ja. En hoe heb jij die drievoudige enkelbreuk? Nou ja, ik had als Gaston van die... ik had natuurlijk zo'n dat rode leren, een beetje bruin leren broek en zo'n rode vest. En de armbandstand, dat had ik allemaal getraind. Maar en ik had diep ook op van die hoge laarzen, leren laarzen. En die waren, we hebben zo'n voorstelling gespeeld, dat die waren wat wendbaar geworden. En ik op hakken. Dat is niet de beste combinatie. En ik was in Antwerpen, stonden we inmiddels met Beauty and the Beast. En toen rende ik 31 maart 2007 rende ik richting het toneel. Want we dachten dat we laat waren, wat we helemaal niet waren. En in de bocht lag water en toen sloeg mijn hak om naar buiten. Dus dan hoor je tak tak en toen en weer terug. Dus dat, dat was mijn einde van mijn anderhalf jaar Beauty and the Beast. En hoe ben jij in die rol gekropen? Gekropen erin. Of had je niet veel nodig? Ik had nooit veel met veel rollen vroeger dat ik dacht van als dat komt dan is dat echt wat voor mij. Maar ik had in Duitsland al een auditie gedaan en toen kon ik de studie worden, maar toen ging ik net AIDA doen. Mm-hmm. En dat vond ik toen interessant op dat moment. En, maar ik weet zelfs nog, de Duitse tekst weet ik nu nog. Als het in leven, alles zei het toch nu aan een vrouw, trouw. Of de demon, vertrouwen. Ik wist dat Duits toch, want ik van die auditie toen gedaan. Ja, ik was stom, dat was gewoon een beetje een foute ubermacho. En dat was wel heel erg. Mensen zeiden ook wel eens tegen mij van... ja, dat is echt een rol voor jou op je lijf geschreven. Ik weet niet of dat nou een compliment was in die tijd. Maar ik had wel... Ja, ik had wel... Ik had wel altijd zoiets van, dat past wel bij mij. Maar toen ik auditie moest gaan doen, toen was het eigenlijk voor het beest in eerste instantie. Oh ja, ja. En, herkenbaar. En dat vond ik ook heel leuk. En daar was ik ook wel het type voor. Maar ik wilde stiekem ook al stoppen. Ze zei, nee, we willen wat anders mee. Nou, prima. Maar toen was ik naar de auditie gegaan, had ik beest auditie gedaan. Maar toen had ik toch ook Gaston voorbereid. En toen zei de regisseur, laat dat ook nog even zien. En toen werd ik dat met Jorgen samen. Want die was toen op de gang. Die kende ik toen nog niet. En die werd naar binnen gehaald. Toen moesten we samen als Lefou en dingen. En dat klikte toen gelijk heel erg goed. Okay. En ik ben toen wel in voorbereiding, los van het feit. Ik ben wat meer gaan trainen. Want je kon ook zo'n pak aan met neparmen en zo. Maar dat vond ik... dat zat niet lekker, dat zit niet lekker. Dus toen had ik gezegd, ook weer de repetitie van, joh, geef me een paar weken. Toen ben ik gewoon even gaan trainen flink. Mm-hmm. Die mazzel heb ik dat ik dat snel kwijt. Dus toen kon ik even met mijn eigen armen en mijn eigen bovenlijf als gevoel mogelijk doen. Ik wilde Gaston wel echt spelen als... je moet hem zelf wel echt bloedserieus nemen natuurlijk. Het is natuurlijk een karikatuur, maar het is wel iemand... Als je hem zelf heel met een soort knipoog wel speelt, maar dan weet je hem wel serieus neemt zelfs. Dan is het natuurlijk... Die man heeft zo'n ongelooflijk bord voor zijn kop. Dat is ontzettend. En het is heel geestig geschreven, vind ik. Dus dat, het is wel heel leuk om te spelen. En hoe lang duurde het voordat je echt in die rol zat? Want je hebt natuurlijk 2 jaar gespeeld. Hoe lang weet ik. Dus ik moet om eens dat zeggen. Ik weet wel, omdat ik met Jorgen verkoos toen Lefou speelde, dat wij al gelijk eigenlijk vanaf dag 1 zo'n leuke klik hadden. En ook allebei... wij hielden allebei van André van Duin van heel jongs af aan. Oh ja, ja. Dus dat was ook een beetje de running gag tussen ons. Dat ging eigenlijk... heel erg organisch en van zichzelf altijd. Of dat, hoe dat uiteindelijk in het voorstelling, dat weet ik niet meer. Daar hebben we het zo lang en zoveel gespeeld dat ik me niet meer kan herinneren van nou, toen hadden we hem of zo. Ik denk dat we een aantal dingen, namelijk wat Gaston en Lefou moet zijn, zeg maar, in die verhouding onderling. En wat ik zeg, het serieus nemen van jezelf en het bord voor je kop en het, ook in het gemeen. Dat er eigenlijk al vrij snel in zat. Is er wel eens iets misgegaan, buiten dan je drievoudige enkel? Nou ja, bedoeld. Nou, en bij een van, wat wel heel geestig is, bij een van de schmierenacties van Willa KK. Op een gegeven moment gingen we met die pullen zo de dingen doen. En dat deden we mee. En voor de gein had Jorgen in mijn pul in Den Bosch een bossenbol gedaan.
Omdat ik altijd in die pul keek. En nee, dat ziet hij dan wel, dat hij erin zit. Maar net die avond, ik weet niet waarom, keek ik niet in die pul voordat we dit gingen doen. Dus we gaan zo dat dansje doen. Ik denk, wat vliegt daar? Maar ja, die bossen bom met die slagroom. En vlak daarna komt inderdaad die tafel van het meisje en het beest oprijden. Over die tracks heen. Dus zo door die bossen bol heen. Ja. Overal slagroom, alles plakken. Toen moest de show stopgelegd worden. Omdat het de spullen weggelegd moesten worden. En de volgende dag heeft Jorgen als goedmaakte knieën de hele vloer geboet. heb je wel eens een amateurproductie van Beauty and the Beast gezien? Ik heb jaren geleden op een middelbare school in Den Haag heb ik ooit een keer eventjes kort geholpen. Heb ik uiteindelijk een doorloop gezien. Niet ervoor. Ik ben eigenlijk altijd 's avonds aan het spelen. Ja. En ik moet er ook wel heel eerlijk toegeven dat als ik dan een avond vrij ben, dan vind ik het ook wel heel leuk om mijn kind op bed te leggen in plaats van ergens weer heen te gaan. Ja, dus ja, dat komt de laatste jaren ook wel mee als beperkende factor. Want als ik al wel vrij ben, dat het er gewoon niet van komt. Omdat ik vind kleintjes op bed leggen het leukste wat er is. En ik ben net even vrij geweest, dan komt veel. Maar nu is het alweer 6 avonden de week weg. Ja. Dus dan verheug ik me alweer op morgenavond als ik vrij ben, zeg maar. Dus okay. Als ik dat, ja, dan, dat dus, nee, ik heb, zie weinig amateurvoorstellingen om die reden. Heel erg bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Leuk. Succes. Toi, 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 toi. Ja, dankjewel. En geniet ervan, want het is een van de leukste dingen met briljante muziek van Ellen Menken erbij. Ja, dit is vast een feest om te doen.